Welkom dames en heren bij een nieuwe aflevering van Disney Infinity. We spelen met Jack Sparrow. We zitten hier bij een... Hij doet ook van die trekjes die Jack Sparrow doet. Dat vind ik wel leuk gedaan. We gaan hier praten met deze man, want hij heeft een missie. Ik heb geen zin om te werken. Ik ben lui vandaag. Je kunt me alleen in beweging krijgen door me in het water te knikkeren. Nou, dat vind ik zeker niet erg om te doen. Dus ik pak die vent vast. Ik vind het wel raar dat ik bij het vorige, bij Monsters University, kon ik mensen eigenlijk heel makkelijk oppakken, poppetjes. Dan nam ik ze echt onder mijn arm mee en hier moet ik ze echt heel zwaar tillen alsof ik moeite heb. Nou, ze zullen wel wat zwaarder zijn. In ieder geval, hij zit in het water. Ik weet niet of die kan zwemmen of is dit gewoon zelfmoord. Ik weet het niet. Nou, ik zie hem niet zwemmen. Ik kan zelfs niet zwemmen, dus ik hoop dat hij het wel kan. De piraat van het Caribisch gebied. Ik ga daar geen comment op geven. Ik zou wel heel graag willen weten als ik dit doe en ik gooi deze in het water. Of dat dan punt oplevert. Helemaal niks. Hé, dat drijft een klok. Wat grappig, er zit een klok in het water. Dus als je dan, ja, als je dan de kerkklok zoekt, dan hoef je niet omhoog te kijken. Maar kijk gewoon in het water. Dat is best wel heel handig gedaan. Ik ga eens kijken, waar kunnen wij hier naartoe? Want ik heb questen die ik nog moet doen. En het is een grote stad. Ik zie hier, oh, deze meneer heeft een quest voor mij. De Oost-Indische campagne wil een haven in de stad aanleggen, maar... Daar steken wij wel een stokje voor. Vernieuw alle kratten van de campagne. Dan zal je rijkelijk beloond worden. Ik vind het goed. Wij gaan kratjes kapot maken. Het komt, automatisch komt het eigenlijk altijd wel op hetzelfde neer, vind ik. De missies. Soms heb je variatie, soms niet. En dat hoop je altijd wel, dat er gewoon wat gevarieerde missies zijn. Zoals van zo'n mannetje in het water gooien heb ik nog nooit meegemaakt. Dat is gewoon gaaf. En ik ga eens kijken. Kan ik deze kist openen? Ja, het komt eruit. Jack Sparrow outfit. Aha, dat is even leuk. We hebben een outfit vrijgespeeld. Hoe kom ik hier naar boven? Niet. Of wel? Hij zit daar. Hij gooit iemand door die deur heen. Moet ik iemand gooien? Nou, vooruit. We gaan iemand opzoeken. En er loopt natuurlijk weer helemaal niemand in dit gebied. Echt zo irritant. Dan hoop je dat er iemand loopt. Maar dan moet je weer helemaal gaan ophalen. Nou, ik pak die vent. Nee, ik pak deze. Nee, die geeft de quest. Die doet maar niks mee. Oppakken. Zo. Ik gooi hem even weg, want dan gaat het wat sneller. Zo. Hoppakee. Dan hebben we hier, zo hebben we dan dat deurtje. Kunnen we hem hier doorheen gooien? Ja! Wat gaat hij doen? Oh, dit is een... Dan kan je het aanpassen wat het moet zijn. De hoofd van een kok. Wat ziet dat er droog uit? Het lichaam van de kok. En kun je nog voetjes geven? Nee, dit is hem dus. We hebben een kok gemaakt. Hartstikke leuk. Hartstikke fijn. Hartstikke leuk. Kunnen we hier naar boven toe? Dat zou ook mooi zijn. Nee, helemaal niks. Jammer dit. Ik moet daar toch naar boven toe, want er zit het kistje. Misschien moeten we het vanaf hier klimmen. Nee, ook niet. Potverdorie, jongens. Dit is nog pittiger dan hè? Dit hebben we nog niet meegemaakt. Maar dit hoort toch niet zo moeilijk te zijn? Ik hoor er gewoon op te kunnen klimmen. Rendezvous, rendezvous. Kan ik hier op klimmen? Ook niet. Jongens, dit is een drama. Waarom kan ik hier niet op? Moet ik via deze kant? Kan ik niet via... Nee, jeetje jongens. Een schande dit. Kan Jack Sparrow helemaal niet klimmen of zo? En daar bovenop staat die kastjes. Ja, ik denk dat we via een andere manier daar bovenop moeten komen. Ik denk dat we via de daken moeten springen. Dus ik ga het eens even wat anders doen. Ik ga eens even hier kijken. Hier staat trouwens een kistje. Even kijken of we deze kunnen slaan hier. En dan gaan we via het dak gaan we gewoon lopen. Op deze manier. Ik denk dat het via deze manier ook moet. Ja... Zo. En de derde zit. Waar zit die? Is hij weer naar de andere kant toe? Ga ik de goede kant op? Ik geloof het wel. In het water. Nee. Het zit aan de kade. Aan de kust. De Zeeuwse kust. Komen we hier voorbij? Moeten we dit kapot maken? Jammer dit. Ja, heel jammer dit. Yes. Dan smijt ik al met mijn dikke reet. Smijt ik erop met mijn piratenreet. Nog even wat kistjes pakken. Hier nog wat muntjes. Welk level zijn we eigenlijk? Level 3 inmiddels. Dat gaat best wel hard. En dit is het laatste kistje. Daar loopt de koek trouwens. Die hebben we gemaakt net. Wat grappig. En hij maakt ook een buiging. Prachtig. Maak alle katten onschadelijk. Zeker weten. Onschadelijk. Ik heb ze gewoon vernietigd. Ik heb ze niet echt onschadelijk gemaakt. Wie is dat? Barbosa?
Breng de juiste held in deze kist om deze te openen. Nou, die held hebben dus niet vrij gespeeld. Die moet je dan weer kopen voor een paar euro. Hè, die cash. Maar hier hebben we weer een nieuwe quest. Dat is iets waar ik op hoopte. We gaan eens praten. Er ligt hier ergens een schat met jouw gezicht daarop. Is dat zo? Speciaal voor jou is die schat. Kun jij hem vinden? Nou, dat ligt eraan. Als jij een kaart hebt, dan wil ik hem best gaan zoeken. Ik zal deze ook accepteren. Huppakee, ik wil gewoon alle quests accepteren. En dan selecteer ik dat we... Hebben we zoveel questen? Oh ja, natuurlijk van die boot van vorige keer. Ja, ik snap het. Je eigen missie, die doen we eerst. En de pijl wijst ons naar de goede plek. Althans, dat hoop ik dan. En hoe komen we daar? We moeten via een brug. Het is even zoeken. Het is even uitzoeken hoe deze stad eruit ziet. En ik ben nog steeds niet helemaal erover. Ik wil wel deze even deze doen. Deze, huppakee. Klaar om te spelen? De uitdaging. Dit wordt de eerste uitdaging die we gaan doen. Uitdaging gestart. Dan ben ik heel benieuwd wat voor uitdaging. Dit is je doel. Meen je dit? Dit is de tijdslimiet. We moeten dus gaan klimmen. En als ik ergens een hekel heb... Nee, dat valt best mee. Fantastisch! Concentratie, volop concentratie. Briljant! Hoor je muziek ook? Super droog. Fantastisch! Fantastisch! Super gedaan! Briljant! Fantastisch! Dat is één wat ze roepen. Jammer dit. Ziet er goed uit, absoluut. Nou, dit gaat lekker zo. Ik denk dat dit wel... Ik weet niet of dit de standaard... Oh, hij valt op beneden, maar dat geeft niet, want we kunnen hier gewoon weer erop. En we hebben nog maar 4 nodig, dus dat scheelt ook alweer. Maar dit is nog best wel een pittige vergelijking met de andere. Yes, uitdaging voltooid. En deze vangt ook lekkere munten, dus dit kunnen we gebruiken voor de kanon of het schip te upgraden. Dat is handig, we gaan de medium doen. Ik wil sowieso ook de hard halen, maar dat... Nou, het is niet verplicht nodig, maar het zou wel fijn zijn. 45 bolletjes. Deze tijd moet je verslaan. En ik weet niet welke kant ik op moet. Ik kan weer dezelfde route doen. Ik weet niet of het de verstandigste route is. Ik ga het gewoon proberen. Ik ga gewoon eerst naar boven toe. Jullie denken, Vincent, waarom doe je dat nou weer? Ik weet niet, maar dit leek me gewoon een heel pittig begin om hiermee te beginnen. Zo. Gaan we het dak op. Kijk, daar hebben we in ieder geval hebben we hier de bolletjes gehaald. Ik heb er een paar gemist. Beetje stom. Ik heb gewoon het gevoel dat dit gewoon een hele goede route is om te nemen. Nou, we moeten nog 1 minuut en dan moeten we het ongeveer... Nou, iets minder dan 25 nog doen. 20, 15. Ziet er goed uit. Dat halen we makkelijk. Dat hoop ik. Hoor die muziek. Zo, ja. Nou, 5 nodig. Nou, dit lukt wel makkelijk. En ik ga nog een seconde over. Ik denk dat we dit wel kunnen halen. Maar dan moeten we wel een logische volgorde hebben. Ik denk dat we net deden in het begin was heel goed. Dus ik ga dat nog even proberen voor de hard. Want ik wil de moeilijkheidsgraad ook wel even halen. Je hebt gewonnen. Daar was ik al achter. De uitdaging. We gaan hem starten. De laatste. De moeilijkste uitdaging. Daar gaan we. Volle concentratie. 60 bolletjes moet ik vinden. Dus dat wordt pittig. Daar gaan we. Al mijn effecten kloppen. In 1,5 minuut. Och, pittig. Geweldig. Fantastisch. Briljant. Ik mag er geen één missen, dus daarom ben ik nu heel voorzichtig aan het halen, de bolletjes. Ziet er goed uit. Het blijft wel een verschrikkelijk leuk liedje, dat wel. Ik vind het echt een superleuk liedje. Dat zeg ik alleen maar omdat ik nu geconcentreerd ben en ik wil gewoon niet falen en dat doe ik nu wel. Jullie hebben het al door, hè? Jullie hebben het zeker door. Ja, ik ben er heel veel aan het omlopen, ik weet het. Misschien haal ik het nog wel. Geweldig. Denk het niet, maar misschien wel. We hebben in ieder geval nog 50 seconden en ik moet de helft nog meer. Fantastisch. Nou ja, wie weet. Er zitten wel veel bolletjes bij elkaar, dus je hebt kans dat het misschien nog best wel een positief einde wordt, dit. Alhoewel, nou ja... Nooit opgeven. Volle concentratie. Ik heb vorige keer ook een hele moeilijke challenge gedaan. Dus misschien dat dit keer ook wel een soort van gaat lukken. Ziet er goed uit. Grandioos. Hier ben ik nog nooit geweest. Wat grappig. We zien gewoon nieuwe gebieden. Zo ja. Geweldig. Ik mis er 1. Je bent er bijna. Daar is dit niet. Daar zit hij. Daar zit hij. Ik haal het. Geweldig. Nou, dat is mooi. We hadden nog 16 seconden over. Dat is echt heel cool. En dit levert ook heel veel punten op. En dat scheelt ook heel erg. Yes. Het is me gelukt. Zeker weten. Ik ben er ook trots op. De uitdaging is voltooid, dus we kunnen gelijk door naar de missie. We moeten nog steeds een schat vinden met mijn gezicht erop. Kaart de copyright van mijn hoofd staat er op die schat. Ik zal hem gelijk activeren. Zo.
Dan gaan we gelijk door. Ik denk dat het beter is als je eerst alle quests accepteert, want dan hoef je ze niet later weer te zoeken. Ik denk dat dat extra tijd scheelt. Is hier mijn schat met mijn naam erop? Ik heb hem al geopend. Oké, okay. Nou, leuk om te weten. Mijn eigen missie. Dat is natuurlijk om reclame te maken dat je eigen poppetje zoiets kan doen, maar ook andere poppetjes. De volgende quest is, even kijken. Raak hem met je bordkanon, dat moeten we niet doen. Raak je in schepen verder ook niet. Knallen maar ook niet. Tijd om wraak te nemen. Vind alle rode capsules met delen van de variance. Oké. Okay. Maar dat... Ja, dat is gewoon random zoeken dus. Dat is niet echt een opdracht dat het laat zien van daar moet je zoeken of zo. Dus dat is wel een beetje jammer. Hier kan ik ook niks vinden. Hier. Ja, hier. Misschien kan ik hier wel wat kopen. Maar dat heb ik nog niet nodig. Ik kan misschien wel even kijken of we wat kunnen kopen. Want we moeten nog steeds die kanon onderdelen. Lange afstand kanon. Gaan we eerst mee beginnen. 1000 coins, jongens. 1000 coins. Ongelooflijk. Jullie denken dat ik rijk ben, maar dat is niet zo. Er komt gelijk een bootje aan. En die gaat mijn kanon leveren, dat hoop ik. Kijk, daar komt hij. Hallo meneer, hier mag u zijn. Graag eventjes netjes aanstrenden en dan neem ik het van je over. En dan gaat hij, kijk, daar komt al een lading hoor. Er komt uit het bootje. Je zou denken van de past toch niet. Nou, de past zeker, want dus de hele onderkant zit erin. En dan komt het kratje. En die zet hem zo hier op de stoep voor mij. En ik ga hem openen. Bedankt, hierover. Ik heb mijn prachtige kanon. Yeah! Mijn lange afstandskanon is ook een missie geweest. Dus dat scheelt wel. Ik ben nu en, al oh, leuk. Mijn lichtje ging... Of mijn lichtje ging licht geven. Zeg ik het goed? Of mijn lampje ging licht geven, hoe je het wil noemen. Ik weet niet wat er in Disney Infinity zit. Zit er een ledlampje in of zo? Ik weet het niet. In ieder geval, we gaan naar de volgende quest. En dat is... Ik wil navigator worden. Een dorpeling wil graag uitzien als een navigator, zodat hij wordt aangenomen op een schip. Ik denk dat we diegene even moeten opzoeken. En die geven we dan een metamorfose. Is het deze, meneer? Als ik navigator op een schip wil worden, moet ik er wel uitzien als een navigator. Ik ga hem oppakken en we gaan hem even een boost geven in ieder geval. Een boost dat hij eruit gaat zien als een navigator. En waar moet hij naartoe? Daar zo. Ik gooi hem gewoon, dat gaat sneller. Zin in meer? En wat is een navigator dan? Ik ben benieuwd wat een navigator is. Is het iemand gewoon op het schip? Is het gewoon geen piraat of zo? Ik gooi hem door deze deur heen als het lukt. Ja, het lukt. En wat is een hoed van een navigator? Dat is goed. En zullen we ook een lichaam van een navigator geven? En ik denk dat dat dan goed genoeg is om hem... Nee, niet goed? Is het niet goed? Je bent toch een navigator nu? Hallo? Als ik een navigator wil zijn, moet ik eruit zien. Nou, hoe zie je eruit dan nu? Moet hij nog laarzen of zo? Wacht, ik ga hem nog eens doorheen gooien als het lukt. Ik heb wel heel erg moeite. Het haar van de kok. Een hoed van de navigator. Het lichaam van de navigator. En dat is het enige wat ik kan selecteren. Ik kan niet echt iets doen of zo. Het haar misschien? Ook niet. Nee, ja, ik kan er niks aan doen nu. Hij is het gewoon. Misschien dat ik dit kan pakken nog. Het hoofd van de navigator. Misschien moet ik hem... Is dat het? Dat is het gewoon. Wacht even. Wacht. Ik pak hem op. Kom maar op. Nee, niet praten. Ik wil je oppakken. Kom. Zo. En dan gaan we dat hoofd geven aan hem. Zo. Nee, kom. Ga er nou in. Ja, hè. Het hoofd van de navigator. Ik denk dat hij nu wel goed is. Ja? Goed. Yes! I did it my way. Beloning, 50 coins. Vonken, 50 vonkjes. En verder helemaal niks. Dit heb je al gewonnen. Wil je opnieuw spelen? Random autocar staat hier. En kistjes. Hier ben ik voor mij een beetje al geweest. Want daar binnen zat iets. Daar zouden we nog gaan kijken wat het is. Maar ik wist het niet te omschrijven. Dit is een deur. Oh, een kluis. Die kunnen we openen als we alle drie de karakters hebben. Ja, en die hebben we dus niet. We hebben niet alle drie de karakters. Dat is jammer. Ja, heel jammer. Maar die moeten we vrij spelen op een of andere manier. Nou, deze deur gaat ook niet open. Heel erg jammer is dit. Ik ben ook benieuwd wat er achter die kluis zit. Dat is wel zoiets van, ja, dat geeft wel een soort van aanmoediging van ik moet die andere karakters kopen. Ik wil die Jack Sparrow en die David Jones eigenlijk best wel inlokken. Hebben wij nog een missie of moeten we echt ons moeien met het schip? Eens even kijken. Een beter roer kopen, een nieuw roer. Vindt alle rode capsules met delen van de... Ja, maar daar staat niet bij. Ja, kijk, weet je... Ik moet het gewoon gaan zoeken en het ligt hier ergens in de buurt. Dus het is gewoon een kwestie van zoeken.
Nou mensen, terwijl ik ga zoeken, denk ik dat ik er een eind aan ga breien. Het is niet mijn hobby, maar ja, dat is een spreekwoord, toch? Een eind aan breien of niet? Ja, volgens mij wel. Dus ik ga stoppen met deze aflevering van Disney Infinity. Ik hoop dat je het een leuke video vond. En ik hoop dat jullie het leuk vinden ook dat om nu ineens in de piraten ja, thema rond te lopen. Want normaal was het op de school als monster. En nu is het gewoon lekker als Jack Sparrow. Dus ik ga hier alleen nog even opkijken. Een schatkist. Wat zit daarin? Eens even kijken. Munten. Nou ja, alle muntjes helpen, niet waar. Ik bedank je nogmaals voor het kijken. Vergeet niet een like te geven en te abonneren in het midden van het scherm. En tot de volgende Disney Infinity video. Doei doei!